beste kijkers. Leuk jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Henkie en oh, ik heb zoveel zin weer in deze video. Ik ga weer vloggen. Mijn auto staat al klaar. Maar voordat deze video begint wil ik even zeggen. Deze video komt waarschijnlijk ook op Royalistics YouTube kanaal. Dus als jij mijn kanaal wil zien waar Henkie zijn video's uploadt, oftewel ik, dan staat er een linkje in de beschrijving met mijn kanaal. Dan kan je ook abonneren. En oh, dan zie je allemaal, weet ik, gewoon veel video's van mij, Henkie. En dus als je denkt van ik wil abonneren, dan doe je dat gauw in de beschrijving. Maar oh, daar gaat deze video niet om. Ik heb zoveel zin in deze video. Hier, mijn auto staat klaar. Ik weet alleen nog niet wat ik ga doen. Ik ga denk ik eerst misschien even wel een donutje halen bij Rajiv of zo. Ja, dat is een goed idee. Oké, dan ga ik even de sleutels pakken binnen. En dan ga ik het donut halen bij Rajiv. Tot zo. Oké, ik heb mijn sleutels. Ik ga ervoor. Oh, ik heb zo'n trek in een donutje eigenlijk. Hopelijk heeft Rajiv nog wel lekkere donuts staan. Deur open. Gaan we voor. Dit is een nieuwe auto trouwens. Ik hoop dat jullie hem mooi vinden. Heb ik helemaal zelf gemonteerd. Wee! Oh, hij stuurt echt super lekker in deze auto. Oh! Nou, daar ging allemaal dozen. Nou, dan zetten we op een privé parkeerplaats. Zo. Zo. Na. Rajiv! Hey Rajiv! Daar hebben we Henkie weer! Hey Rajiv, hoe is het nou? Ja, met mij helemaal flexibaxie, man. Ja? Oh, ik heb denk ik wat donuts. Ik ga denk ik wat donuts. Kan jij mij een keertje aanraden welke donut ik zou moeten nemen? Oké, kijk. Wacht. Ja, nou wel. Zie jij daar die met die witte spikkel erop? Ja, die bruine. Ja, die is echt moke lekker. Ja? Oh, misschien kan ik die dan wel een keertje nemen. Maar, Henkie. Ja? Ik heb trouwens nog een ideetje voor jou. Een ideetje voor mij? Hoe bedoel je? Ja, kijk, jij bij legerbasis en zo gewerkt. En ja! Ja. Ja, mijn kleine neefje. Ja? Die kwam laatst naar mij toe. Hij zegt zo, hey, Rapief. Rapief? Jij ja, noemt Rapief? Ja, maar hij noemt mij Rapief. Dus hij zegt zo, hey, kijk eens. Hij heeft zo'n hele grote computer, weet je, met zo'n term. Zegt hij, kijk, ik speel Counter Roblox Go. Counter Roblox Go, wat is dat? Ja, het zijn allemaal vierkante mannetjes en dan kan je wapens kopen en dan moet je schieten. Misschien is het leuk om een keer te spelen. Ja, dat kan. Oh, wacht, ik word gebeld. Wacht even voor, ik ga hier staan. Hallo? Hallo, met commissaris Benedicte van de Woestijnbrigade. Hallo, wie is die? Wat, Henkie? Ik kijk in ons systeem en ik zie daar hier nog vier boetes openstaan van jou. Vier boetes? Ja, waarom betaal jij die niet? Ik ken het helemaal niet. Het zijn snelheidsboetes. Je hebt één keer tegen een politieauto aangereden. En één keer ben je dwars door een winkel heen gegast met een panto. Ja, maar dat mocht van Rajiv. Hoezo mocht dat? Wat is er mee? Ja, Rajiv, niks aan Rajiv. Wie is Rajiv? Daar heb ik niks mee te maken. Ik weet het goed gemaakt. Wij hebben over drie weken een evenement van de politie. Donuts. Hé, hey, luister Oh ja, sorry, ja. Over drie weken hebben wij een evenement van de politie hier op de landingsbaan. Oh? En dan willen wij graag eigenlijk een nieuwe auto die een beetje, ja, opgepimpt en getuned is. En ik heb genomen dat jij... Luister nou even, En ik heb vernomen dat jij al een keer bij de politie stage hebt gelopen. Ja, dat is zeker waar. Dat ging ook niet goed, hoorde ik. Maar kijk, nou wil ik jou dus een kans geven. Ja? Om die boetes kwijt te schelden en een beetje weer een betere naam op te bouwen. Door die auto te laten maken. Ja, ja. Oh, ik wil zeker een auto monteren. Oh, ja. Ja. Oh. Maar je begrijpt wel dat dat ons niks kost, hè? Nee, als het nou mijn boetes zijn, dan tenminste weg. Ja, zijn de ja, die betaal jij toch niet, dus dat scheelt. Oh, ja. heb jij vandaag nog tijd, of... Ja, en dat is over drie weken, zei je. Nee, ja, maar dat willen wij vandaag geregeld hebben, want dat is natuurlijk wel even... Oh, ik heb vandaag nog wat tijdje en de dag is net begonnen. Oké, nou, dan moet jij ergens naar de Woestijnbank 84 komen. Dat is ons politiestation. Ja? Daar wachten twee collega's op jou. Mag ik iemand meenemen? Wie ga jij meenemen dan? Ja, aangezien die toch daar in. Ik wil een boer mee, boer Frank. Die wil ik meenemen. Die woont daar toch in de buurt. Nou ja, als je in de buurt woont en hij kan zich gedragen, dan is het helemaal prima. Jotten! Maar er wachten twee mensen op jou. Ja, die namen weet ik niet. Die staan ergens bij de deur. We moeten hem even kijken. Is goed. En dan zien we jou wel verschijnen. Is goed. Hey, Henkie. Ja? Doei! Doei! Oh, Jotem, Rajiv! Hey, wie was dat? Dat was een of andere commissaris Boerdepoe of zo. En commissaris, waarvan? Ja, van de politie. Ik mag auto's politie, ik wil niet. Nee.
Oh. Nou, dat was wat zien. Ik ga maar snel donut pakken en ik ga er vandoor. Zo, donut. Ik ga er snel vandoor. Oh, Jotem, ik heb hier zoveel zin in. Ik ga denk ik eigenlijk gelijk door. Of nee, ik ga misschien nog even... Nee, ik ga gewoon gelijk erheen. Ik ga naar nu Poef Frank. Oh, Poef Frank zou het vast wel leuk vinden. Okay, kijk eens, ik ga weer naar mijn camera aanzetten als ik bij Poef Frank ben. Tot zo. Oké, kijk eens, ik ben volgens mij nu bijna bij Poef Frank. Als het klopt, woont hij hier ook. Oh, ik heb hem gemist. Oh, ik zie ze. Wat is hier nou gebeurd? Ja, godzakken, wat hebben we nou weer gedaan? Ja, ik wou een keer dat ding, de hek daar zo. Dat is zo ver, nou sta ik erop, ik kan niks aan doen, man. Ja. Hey, Boef Frank, wat is hier gebeurd? Wat is dit voor een safari wagen? Dit is mijn auto. Hey, Kenny, ga even naar beneden, poffa. Ja, ja. Wat? Kom hier. Ik wat is hier op. Gebeurd? Springen. Oh! Oh! Wat is hier gebeurd? Nou, oh, pas ja, op, jongens. Ja, nou, kijk. Hij reed dus hier. Hij wilde inparkeren in deze mooie schuur. Ja, nou, ja. Daar staat al helemaal vol, dus dat weet ik sowieso niet waarom hij dat wil. En toen reed hij hier de bocht om. En toen pakte hij een drie dubbele flikvlak ondersteboven drie bier. En ja, nu ligt hij zo. Oh. Oh, pas op, je slaapt. Je moet slaan helpt niet. Zal ik anders even helpen? Ja, help even mij, even helpen, man. Trappen! Maar ik kwam vragen of jij meeging naar mij naar het politiebureau. Want ik mag een auto monteren. Wat moet ik bij het politiebureau doen? Ik heb alleen nog maar openstaande boerinnenboetes. Ja, gewoon mee, gezellig. Anders ben ik zo alleen. Hey, mag ik ook mee? Nee. Nee, jij mag niet mee. Jij mag niet mee. Start. Als ik hier vanavond kom, dan staat dit ding weer op vier wielen en niet meer ondersteboven op een aluminium plaat. Ja, of anders, hè? Ja, nou, dan ben ik ontslagen. Hey. Hey, auw! 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 Waarom sta je mee nou? Sorry Henkie, dat waren verkeerd. Zullen we maar naar gaan eigenlijk? Want ik moet er wel heen. Ik moet er op tijd zijn. Nou, ik vind dat wel een goed idee. Ik wil jongens, ik rijd. Misschien werkt dit. Misschien werkt dit. Wat? Wat zeg je? Hoi! Hey! Oh! Oh! Nou, dat ging niet zo goed. Gaan we nou, maar. Laat die vent maar stuntelen. Kan ik achterin of zo? Nee, volgens mij niet. Je kan wel. Zo, moet je kijken. Hier, die auto zakt 3 meter de grond in. Dan gaan we. Oké, Frank, we zijn er bijna. Dat klopt. Het was wat hier ergens. Een eind, jongen. Dan gaan we zijn wel lekker snel. Ja, oh, je snelle auto's. Wat? Ja, mijn de snelle auto's zijn toch leuk. Kijk, hier is het. Oh. Mot hij naar links. Hey. Zie dit. Hier is zijn het. We. Ja. Oh, we kunnen hier wel parkeren. Zo, hey. Op de invalide parkeer. Ja, jij bent toch mee? Oh, dit zal vast wel weer Henkie zijn, hè? Hallo, ja. Hoi, jongen, hoe is het nou? Hallo, meneer de politieagent. Nou ja, dit is Boer Frank. Die mocht ik meenemen. Boer Frank, nou, vooruit. Omdat je het zal... Maar jij kunt vast... Ik heb het niet zo met politieagent, hè? Dus afstand houden, want anders word ik gek. Frank, nou, je bent mee op visite. Doe het er niet toe. En wat doe je hier nou eigenlijk? Ja, ik kom auto's monteren. Oh ja. Die auto's, je hebt nog wat boetes openstaan, hè? Ja, maar daar ben ik voor om die auto's te monteren. Zodat ik niet meer boetes heb. Ja, nee, je hebt gelijk. Oh, maar kijk, die gast daar binnen mij zo raar aan. Ex-vrouw aan. Frank! Hey, hoor, ik heb helemaal niks van. Gaan we naar binnen? Oh, jullie zijn al binnen. Hey, wat zijn jullie nou? We gaan doen met dit? Wat zijn allemaal aan het doen hier? Hé, meneer, stop me. Hallo? Meneer. Doe je wapen weg, man! Wie zijn daar? Oh. Hey. Frank! Ga jij maar even naar de auto. Frank. Even rusten. Hey! Jongens, stop even. Ga jij maar naar buiten. Ga naar buiten! Naar buiten! Nu! Frank, ga jij maar even naar de auto toe. Ja, ik ga even naar de auto, want dit duurt me allemaal te lang. Hey, ga je nou weg? Oké, meneer. Ik ben hier voor de auto's. Ja, jij bent Henkie. Ja, ik ben Henkie, ik kom om de auto te monteren. Nou, wat is die nou? We hebben je nodig voor die auto's. In 3 weken hebben we dat evenement van de politie, zeg maar. Ja, dat klopt. Ja? Ja, dus jij moet een auto gaan monteren voor ons. Ja, waarom ben ik hier? Zo goed. Doei jongens, mooi spul! Wat is er aan de hand? Kom eens even helpen! Wat is er aan de hand? Frank! Wat is er nou aan de hand hier nou? Frank, ga eens, stap eens van die motor af. Oké. Ga aan. Maar meneer, ik heb zoveel zin om die auto te monteren. Ja, maar kijk. Ja? Het moet een mooie auto zijn. Ja? Maar dan moet er wel een hele mooie lamp op zitten. Ja? Hij moet snel gaan. Ja? Hij moet wel snel. Hij moet snel. Oh nee, dat kan ik wel regelen.
En als je Ken even een leuk kleurtje eroverheen, een beetje lakkie, weet je... Dat beetje komt helemaal goed. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Ja, en kijk, je krijgt natuurlijk geen geld voor. Je nee, net niks voor boetes. En, ja, het enige wat voor je doet, kijk, ik heb even laten zien je, zoals je meeloopt. Kijk, kom hier. Ja. Schies op, schies op. Ja, kijk, ja, ja. Op die computer zie je al die boetes voor je staan, ja? Oh, ja, inderdaad. Kijk. Oh! Jongens, we hebben niet de hele dag, hè. Kom op. Oh ja, wacht, ga maar. Rust. Als jij terugkomt met een auto, helemaal mooi is, dan druk op knopje delete en dan ben je al je boetes kwijt, oké? Is goed. Oké, okay, waar staat de auto? Frank, ja, zet mijn auto in auto. Kijk, dit is de auto. Dit is hem nog helemaal niet, is helemaal geen politieauto. Ja, dat maakt niet uit. Deze en die daar dan? Nee, deze moet je ook doen, maar kijk, als je hier mee naartoe loopt. Ja? Een scoonspul. Frank, laat staan. Nou, ik doe niks. Kijk, dit is de auto's en al die ofzo. Oh, mag ik deze monteren? Ja, jij gaat deze monteren. Is goed. Oh, ik heb er zoveel zin in. Ja, je moet wel snel zijn, moet vandaag af zijn. Ja, nee, komt helemaal goed. Dit heb ik zo af. Henkie is wel een goed man. Ja, waarom? Ja, hij is al snel en dan ga ik er aan sleutelen en dan is hij nog sneller. Hé, die boer, jij mag even meelopen nog trouwens. Oh, ik loop wel even mee, wat motte. Ja, want met jou moet ik even appeltje schillen. Nou, hey, Henkie, houdoe. Joe, oh, deze auto heeft me zoveel zin in. Ik ga denk ik eerst misschien toch echt de motor doen. Dat is toch echt wat de prioriteiten zijn, hè? Zo, kijk eens. Ik ga naar mijn auto. Ik heb daar wat spullen liggen. Er zijn hier vast nog wel wat spullen. En dan ga ik beginnen met de motor. Tot zo. Oké, ik heb de auto, de motor. Die heb ik nu veel sneller gemaakt. Dus ik denk dat ze wel heel blij met me zijn. Ik denk niet dat ik er een lak overheen ga doen. Want ik vind hem zo wel heel mooi, hoor. Met dat rode, dat blauwe, dat witte. Dat politie wat erbij staat. Hé, hey, daar zijn ze. Hé, hey, Henkie, moet ik kijken. Ik heb mijn wapenarsenaal weer terug. Oh, je hebt een wapen. Kijk, boer, dit is nou die wapenpak of wat? Dat eigenlijk mocht ze niet weten, maar kijk wat hij doet. Pas op dat je mijn auto's niet stuk maakt. Wat is er aan de hand? Oh! Pas op! Hey. Oké, maar de auto is sneller, meneer de politieagent. Ja, is hij goed? Gaan we even een testrondje doen? Ja, we gaan met z'n allen een testrondje doen. Kijk, dan gaan de boeren en die andere, die klojo van mij gaat achterin. Ik rij. Ja. Nou, dat wordt wat hoor. Nou, ik ga wel naast je zitten. Moet hij mee? Opzetten, of, Ja, kijk, hij kan zijn sirenes en al. Zo! Zie je? Heel mooi. Maar waar zullen wij het testrondje gaan doen? Nou, kijk, ik ken deze buurt niet. Je kan gewoon overal rijden. Als er wat gebeurt, dan zeg ik wel van, is goed. Op politie. Maar één ding nog, hè? Ja. Ken er geen ander kleurtje op of zo? Nee, ik vond hem zo wel mooi. Ja, eigenlijk wel. Als hij maar snel gaat... Maar dan gaan we! Oh! Hey, sirenes aan! We moeten hem maar gebruiken! Sirenes aan! Oh! Oppassen! Oh! Wat is er aan de hand? Nu zit ik bij die klooien op schoot. Hey, waar jij helemaal is? Oh, zo terug de weg op. Gaat goed hoor, jongens. Kijk, Henkie, hij kan wel snel gaan, maar pas wel even op, want we moeten hem nog gebruiken, hè? Ja, nee, hij kan niet stuk. Ik heb hem zo goed gemaakt. Hij kan niet stuk. Hij kan niet vliegen. Oh, wat is dit nou? Oh, waar gaan we heen? Wat gebeurt er? Dit ken ik niet. Dit heb ik nog nooit gezien met auto's. Hé, hey, Henkie. Ja? Henkie, ik heb toevallig die affiche gelezen van die evenement van de politie. Oh ja? Dat is toch op het vliegveld? We gaan maar hier rijden. Oh, we kunnen maar even naar het vliegveld toe, ja, is goed. Oké, kijk eens, ik zet de camera wel weer aan bij het vliegveld. Tot zo. Oké, als het klopt zijn we. En Boef Frank, dit ken ik nog van de vorige keer met jou. Ja, ik word nou al niet goed hoor. Ik voorzie al een probleem. Zo. Hier. Nou, okay. Waarom moesten we hier nou heen? Ja? Nou, jongens, kijk. We gaan even om natuurlijk te kunnen uit. Testen. Ja, kom, we stappen even uit. Even kijken, je beter. Nou, jongens. Moet Frank, stap je ook uit? Ja? Aan die unicycle, Jan, ik ben een beetje bedreigd. Ja, ik ben de Terminator, zeg maar. Oké. Kijk. Ja, pas op, jongens. Rustig, kijk. Ja? We moeten natuurlijk voor die evenement motten wel goed kunnen testen. Zeg. Ja, dat klopt. Mijn collega Klojo hier. Ja? Hey, die gaat dadelijk. Hou even je smoel, man. Die gaat dadelijk in die wagen zitten. Ja. Ja, die gaat proberen weg te rijden. Wij moeten er achteraan gaan. Oh. En kijken of we hem kunnen pakken met die bak. Oh, een echte achtervolging dus. Ja. Dus hij is zeg maar proefpersoon. Oh, Jotten. Laat hem wel heel in het leven. Want anders hebben we weer problemen met de registrering en zo. Is goed. Nou, ik ga erover steken. Oké, wij gaan instappen. Voorsprong. Kom, we gaan er achteraan.
snel. Ik voel me echt een politieagent. 2 hours later. Ja, dan ga ik, hè? Yo, succes! Oh, Jotem, ik heb je echt een politieagent. Ah, oh, zeg maar als ik mag. Ja, hey, rij maar hoor, rij maar! Rij, hè? Nu ja, al, nu al! Ja, maar ik hou hem makkelijk bij met deze auto. Wee nou. Hey, maar Henkie, oh, Henkie, ja. waar is de nieuwe koffie? Oh, hallo, hallo, snel! Oh, ja, ik had mijn gordel niet op, waar is die boel nou? Die vloog zo ver weg. Oh, daar is hij. Hij duwt op de knopje en mijn deur vliegt open. Nou, is dat een knopje naar alle deuren in gegaan of zo? Oh, waar is de boef nou heen? Oké, we gaan het pakken. Waar is hij nou? Daar dan. Nee, daar is hij, daar is hij, daar is hij. Dit wordt hem. Dit wordt hem. Wee! Zo! Jongens! De auto! Oké. Ja. Boef, uitstappen! Uitstappen, we hebben je! Uitstappen! Ik heb geen wapen! Hou hem onder schot! Boef, Frank, politie! Staan blijven! Hey, hou jij je mond! Was het niet goed gegaan, meneer? Werkt de auto goed? De auto werkt goed. Ik snap alleen steeds niet waarom een knopje op zit, maar alles openvliegt. Maar verder ging het wel. We kunnen nog wel even één test. Ik kon nog één keer met de boerentestritje maken. Nog één keer. Nou, ja. Dan rij ik met deze auto. Klojo opgelaten, andere kant. Instappen, boer, Frank. Oké, we gaan ervoor. We gaan even daar staan. Oh, en dan gaan we even een mooie omkeren. Gaat goed. Nee, gaat goed. Maak je maar geen zorgen. Gaan we voor. We gaan ervoor. Heb je hier riem om? Heb je hier riem om? Nee, doe snel je riem om. Jij bent te laat. Boef Frank, we ben je help. Waar ben jij meegevlogen? Ja, ik laag aan die andere kant van de heuvel hier. Ik snap in. Ja, mijn benen zeer. Jezus. Oké, we gaan wel even snel terug. Kijk eens, ik spreek hem niet zo mee. Wat een ellendige wagen, dat weet ik. Ik vond hem wel mooi en snel. Volgens mij is hij... Hey! Wij gaan deze auto vast terugbrengen. Oh, moet mee? Ja, jij moet mee. Dus we zien jullie bij de politie. Doei! Daar gaan we. Oké, we zijn er. Als het klopt zijn we weer bijna. Ik wil niet veel zeggen. Ik ben al 3 keer langs mijn huis gereden. Ik heb me nog niet afgezet. Ja, maar we gingen toch hierheen? Kijk, daar zijn ze al. Ja. Hallo, het is inmiddels al avond. Het misschien is ondertussen al 5 diensten gedaan. Nou, wacht even. We hebben even een mooie route gedaan. Oh ja, oh, mijn boetes inderdaad. Ja, dan gaan we even je boetes gelijk fixen. Oh, Jotem. Nou, kijk, dan gaan we... Ja, ik heb hem zo... Kom eens hier, moet je even hier je vingerafdruk op dat ding halen. Kunnen die van mij ook weg of zitten? Nee, dat doen we een andere keer wel. Hou je vinger op mijn voet! Blijf van boven jou! Oké, ga aan de kant dan kan ik even mijn vinger afdrukken. Dan gaat hij, ja? Ja, gedaan! Dan druk nu op een knoppie, hop! Oh, ja! En hier! Oh, Alt-4 system 32 deleted, ja, mijn moeten zijn ook weg! Oh, nu was gezellig, kom even! Frank, dankjewel, dat was gezellig! Instap maar! Doei! Hé, hier blijven! Oké, Frank, het is goed gegaan. Frank, ik ga je nu naar huis brengen, ja? Ja, nu al. Wat vond je van de dag? Nou, ik vond het een lange dag. Normaal lig ik al lang en breed 3 uur te rusten met een pilsje op mijn buik. Maar, ja, is wel leuk. Oké, mooi, want ik vond het echt gezellig dat je mee was. Gaan even misschien een leuk... Joe! Oké, ik ben je naar huis. Hey, je bent hier nou al 3 keer langs gereden en jij dacht niet van nou laat ik ergens weer... Ja, maar we zijn er toch nu pas? Nee, je reed net al met die politiewagen langs. Oh ja, dat is waar. Herbert, hier komen heel gauw. Ja, ik ben er! Dat is er dan. Wat is dit nou jongen? We zijn 25 uur weg geweest en hij ligt hier nog steeds. Ja, ik ben al 25 uur bezig met dat... met die fiets om ver te gooien, maar dat lukt niet. Kijk, hop, het gaat klein beetje bij beetje. Henkie, weet jij nog iets? Ja, misschien kan ik met mijn auto tegenaan beuken. Ik ga wel even voor je kijken. Doe even kijken, want dit schiet niet op, jongen. Hij kan... Dan gaan we voor. Oké, dan ga ik. 3. Nou, daar gaan we. 2. 1. Ah! Nee, dat weet ik niet.
niet. Nou ja, nou doe hem vol tegen een stuur aan. Hé, wie is dat daar? Er zitten daar nu twee mensen zitten daar nou. Ja, hey. Hoi, Peter en Marci. Hoe is het nou? Hé, hey, man. Oh. Ik laat ze maar daar nou. Doei. Oké, ja. Houdoe, Henkie. Ik ga naar huis, jongen. Ik ga misschien... Nee, zou ik nog langs Rajiv gaan? Nee, joh. Rajiv, die slaapt vast. Oké, kijk eens. Ik ga naar huis en dan sluit ik daar met de video denk ik wel af. Oh! Oké, kijk eens. Ik ben weer thuis. Het is nog steeds avond. En oh, wat ben ik moe. Wat zo'n leuke dag. Mijn boetes zijn eindelijk weg. Heb ik in mijn auto hier, oh. Ik ga naar binnen. Ik ga denk ik nog even een stripboekje lezen of zo. Heb ik zoveel zin in. Echt... Oh! Au! Au, ik val om. Au, ik moet echt mijn veten strikken. Maar oké, ik ben dus weer thuis en... Oh! Lekker warm hier binnen. Oké, stripboekje hier, oh, koffie hier, oh, nootmuskaatkoekjes, oh, hier had hem. Oké, kijk eens. Bedankt dat jullie keken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer mijn kanaal nogmaals. Linkjes staan in de beschrijving. En oh, wat was dit toch een leuke video. Abonneer op Poel Frank's kanaal natuurlijk. Blauw duimpje omhoog. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan spreek ik jullie weer later. Doei! Hoe zet je dit ding nou eigenlijk uit?